Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een oostkapel als molenbrood. De tarwe die daarvoor verbouwd wordt, die groeit hier eigenlijk op ongeveer een kilometer afstand van de molen. De transportafstand is ontzettend klein. Vervolgens wordt het hier in de molen op windkracht gemalen met een eeuwenoud gebouw dat al eeuwenlang functioneert. De molen is op zichzelf al ontzettend duurzaam. Dat is dus voornamelijk vanwege de aandrijving, schone windenergie. Maar ook het gebouw zelf is eigenlijk heel duurzaam. Dus de molen staat er al 170 jaar lang. Maar er zijn onderdelen in de molen verwerkt die zijn nog veel ouder. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat de molen voor de eeuwigheid is gebouwd. De fabriek is ook al ontzettend duurzaam. En in die fabriek zitten dus de molenstenen waar het echt mee gebeurt. En die molenstenen zijn hier in deze molen ook al 100 jaar oud. Dus ook het productiemiddel is eigenlijk ook al ontzettend oud. In meerdere opzichten is het een heel duurzaam proces. Wordt vervolgens naar de bakker gebracht die er een heerlijk brood van bakt. En de kracht van het product is eigenlijk dat het zo eenvoudig is. Wij malen de tarwe en het gaat als volkorenmeel, wat dus betekent dat alle bestanddelen nog in het meel zitten. Wordt het naar de bakker gebracht en die bakt er weer een volkorenbrood van. Dus eigenlijk de weg van de tarwe naar de bakker toe, dat is eigenlijk maar 2 kilometer en ontzettend duurzaam.